Nou, dames en heren, we zijn hier op een zaterdagochtend in het gemeentehuis. Niet omdat we hier aan het overwerken zijn op zaterdag op de gemeente, maar omdat we hier zo dadelijk een gesprekje gaan hebben met Natasja Wingelaar. Dat werd hier al in één keer welke kant dat voorop gaan. Nou, dan zal ik het ook niet lang overkallen. We gaan gewoon beginnen. Nou, Natasja, daar zitten we dan. Ja, het woord verkiezingen, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. Hè. Het hele verhaal van eigenlijk de politieke carrière, daar wou we het eigenlijk eens met u over hebben. Er is een moment gekomen dat zich bij de eigen dags als jeugdig meisje van ik gewoon een schat in de politiek doen. Hoe komen ze daar aan? Poeh, Pieter, dat is al een tijdje geleden. Eigenlijk heb ik me gezegd, ik ga de politiek niet in. Ik werkte in het bedrijfsleven, beviel me eigenlijk heel erg goed. Dacht ik altijd, man, daar ben ik veel te direct voor. Maar in 2012 kreeg ik een telefoontje van DOS, Democratisch Onafhankelijke Stijn. En die waren op zoek naar een voorzitter van het bestuur. En ik had wel gehad bestuurservaring, maar nog niet in de politiek. En ik dacht, nou, vind ik wel interessant. En dan heb ik ook niks met de inhoud van de politiek te maken. Dus ik ga in ieder geval eens kallen. Nou, toen ben ik voorzitter van het bestuur geworden van DOS. Maar een bestuur die bemoeit zich eigenlijk niet met de politieke lijn van de fractie. Dat vond ik toch wel lastig, want ik had toch wel over veel dingen een mening. In 2012 heb ik de diagnose borstkanker gekregen. En in die periode heb ik heel veel lui ontmoet die in de ellende terecht zijn gekomen door die ziekte. En dan bedoel ik de impact wat het heeft op die gezin. Maar ook lui die in de financiële problemen komen. Lui die in een keer een baan kwijtraakte en de kinderopvangtoeslag bijvoorbeeld miste. En dus het kind niet meer naar de kinderopvang koos. Dat soort zaken. En ik heb immer gedacht, en dat heel vaak kom ze er pas achter als ze zelf in zo'n situatie zit. Precies, ja? Wat de regelgeving in Nederland is. En dat natuurlijk wetten, kankerbehandelingen, die zitten prima in het basispakket. Maar wat heet het bijvoorbeeld mis? Dat is als ze bijwerkingen hebben. Ga je beginnen met droge ogen, krissen, druppeltjes voor, 13,50 extra betalen. Ik zat toen in een zo'n financiële situatie dat ik dat kost betalen. Maar ik kom gewoon lui tegen die dat niet kost te betalen. Ja, dat vond ik ongelooflijk. En dus zeker als je het dan hebt over gemeentelijke politiek, dan zijn we ook dagelijks bezig met bestaanszekerheid. Dacht ik, dat moest angst. Dus toen we wel eens items besproken binnen DOS, dacht ik, ik wil me toch verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen word ik ook al weer redelijk aan de beterende hand, want ik zeg, zo'n traject duurt best wel even. En toen heb ik me verkiesbaar gesteld en toen ben ik eigenlijk meteen in de rot gekomen. Ja, en de beste erin gekomen, de beste er maar gebleven en de heb er de best gedaan voor de gemeente Stijn. Toen was de wethouder. Ja, eind 2015. Dat wordt eigenlijk, ik word pas anderhalf jaar raadslid. Dus dat is best een flitscarrière. Toen stapte een wethouder op en toen werd ik door DOS gevraagd om wethouder te worden. Ja, dat is natuurlijk een fantastische kans wat ze dan kreeg. En die hebben we ook met beide handen aangegrepen. Ja, dus toch alweer een aantal jaren. Nou ja, goed, dan werkt ze hier de jaren door in de gemeente. En dan komt het moment dat ze zei van misschien kunnen we wel eens naar een hoger niveau gaan. Zullen we het zo even uitdrukken. Een Tweede Kamer. Wie komt ze daar bij? Nou, ik ben nu bijna 8 jaar wethouder hier in de gemeente Stijn. En we merken zelf dat we ook tegen de onmogelijkheden vaak aanlopen van Haags beleid. Doordat we belemmerd werden, dat we eigenlijk niet de menselijke maat voor de regels kunnen plaatsen. Dus ik heb me wel eens vaker gedacht, ik moet eigenlijk naar Den Haag. Maar ja, dat zei ze dan in een gekke slaag. En ook vond ik eigenlijk geen partij wat op dat moment actief is in Den Haag, op dat moment was ze zich toesvulden. Waar ik me toesvulde. Pieter Omtzigt volgde ik eigenlijk al sinds de kinderopvangtoeslagaffaire. Wat natuurlijk het beste voorbeeld is van hoe het vreselijk mis kan gaan. En het was echt geen blinde vlek. Het is gewoon willens en wetens gebeurd. Het wordt gewoon bekend en het werd niet aangepakt. Dus ik ga je wel immer zo gaat van als Pieter nu een partij begint, en zeker sinds er weggegangen is bij het CDA, dan vind ik dat wel interessant. Maar dat komt in een keer sneller dan gedacht, want dat kabinet dat veel natuurlijk. Ja.
En toen moest Pieter beslissen gewoon ik dat nu wel of nee doen. En ik weet het nog goed, 20 augustus maakte er bekend dat er dat ging doen. En een paar dagen ook werd ook opgeroepen om te solliciteren. En ik zag tegen mijn man, zou ik dat doen? Het was natuurlijk een kans. Ja, zo'n kans. Christen niet altijd. Nooit, precies. Nou ja, goed, ik heb op een maandagmorgen een brief geschreven met mijn motivatie waarom ik dat heel graag zou willen. En waarom ik mij heel erg aangesproken voel tot die partij. Ik werd ook wel eens aangesproken, ja, die ging bij een partij en die had nog geen verkiezingsprogramma. Maar het was natuurlijk niet geheel geheim wat Pieter om zich verstond. De grote lijnen wisten en die basis, ja, dat sprak mij wel aan. Ja. Toen hoorde ik ergens in het nieuws dat er 2434 kandidaten gesolliciteerd hadden. Toen zag ik al, nou ja, dat is kansloos, kansloze missie. Maar ik werd uitgenodigd voor het eerste gesprek. Nou, hup, naar Doetinchem, hè, want dat is allemaal niet hier in het zuiden. En na het eerste gesprek kreeg ik uitnodiging voor het tweede gesprek. Ik moet zeggen, pittige gesprekken, vooral ook 11 stellingen moeten becommentariëren, ook helemaal op doorgezaagd. En ik weet nog, na het tweede gesprek zachten ze, god Natasja, Pieter Omtzigt wilde ik eigenlijk ook nog even spreken. Toen dacht ik, oh, ja, ik ga eigenlijk al de kop en schwamen, want dat gesprek dat was best wel pittig. Maar ik denk, ja, we zijn er toch, dus we doen dat maar. En dan heb ik gewoon eigenlijk een heel leuk, laagdrempelig gesprek van, oh, ze vindt het heel belangrijk, toen al straalde ze dat uit. Ze willen eigenlijk een team creëren en dat wordt dus ook vanuit de menselijke kant benaderd. En toen ging ik door naar het laatste weekend. Ze zijn voor een heel weekend bij elkaar geweest met een groot aantal kandidaten. En toen zeiden ze ook, het kan ook zijn dat mensen hier gaan afvallen. Verbellen uig maandag. Nou, hartstikke spannend. En toen belden ze mij maandag. Dat ik inderdaad op die kandidatenlijst kom, op plek 24. Nou, Natasja, nu steeds de 24ste op die lijst. Misschien een dom vraag. Waarom best ik een 23ste? Dat weet ik niet. Maar Loester, het bestuur van een nieuw sociaal contract heeft echt wel een flinke klus gehad om die lijst samen te stellen. De wils mannen, vrouwen, regio, expertise, noem maar op. Normaal gesproken in een ledenpartij geef ze met een conceptlies naar die leden en de kennen leden nog gaat van vinden, kennen amendementen ingediend werden. Maar we zijn natuurlijk, we worden op dat moment nog geen ledenpartij. Het zin van Nuwala, we hebben ook al eens eerste ledendag gehad. Maar ik zie het dus absoluut niet als een ranking hoor. Ik ben hartstikke trots dat ik vanaf plaats 24 op die lijst stond. En ik gewoon mijn best doen om in die Tweede Kamer te komen. In die eerste pools worden natuurlijk heel enthousiast gekald, landelijk gezien. Van, oh, die hadden wel 40 zetels enzovoorts. Dus toen had ze al kunnen zeggen, oh, nou dan ben ik dus al door. Nu zie je toch reëlere cijfers en dan gaat het nog net om spannend. Ja, klopt. Dat is wel spannend. Er zijn zoveel peilingen doorstromen voor op 25, door op 27. Ik vind het echt aan de kiezer. En wat die bepalen, ja, daar leg ik me bij neer. Ik bedoel, en niet hoger dan de kiezer. Dus we zullen gewoon moeten wachten tot woensdag. Hartstikke spannend. En als ik gekozen werd, dan ga ik heel erg graag naar Den Haag. Werd ik niet gekozen, Piet, dan blijf ik even graag in steen. Ik bedoel, mijn werk is hier nog niet klaar. Ik doe mijn huidige werk nog met hart en ziel, dus er is hier ook nog genoeg te doen voor mij. Er is nog genoeg te doen, ja dat klopt. Zeg, hoe ga je naar woensdag naartoe? Woensdag naar Den Haag? Of komt nee, naar Enschede. Enschede, hometown van Pieter natuurlijk. Ja, we komen met de ganse partij bij elkaar. Ik neem ook het vrienden met, want het is natuurlijk toch een hele spannende avond en wil ze ook het steunen hebben. Maar goed, het zal echt wel s'nachts 2-3 uur zijn, voordat we echt wel zekerheid hebben. Dus nog een lange avond. Ja, nou dan hoop ik in ieder geval dat verdicht dat dat een lange avond, maar vooral een gezellige avond wordt met een goede afloop dan. Ja, dankjewel. Natasja, dankjewel.